Goedemorgen. Een gebied met bewolking ligt over het land en vooral in de noordelijke helft komt het tot een aantal buien. Boven de Noordzee liggen een aantal opklaringen klaar. Dat betekent dat het aantal buien geleidelijk gaat afnemen en dat de zon zich ook wat vaker zal gaan laten zien. De temperatuur ligt in de ochtend op veel plaatsen tussen de 4 en de 6 graden en daarbij waait een meest matige westenwind bovenland, aan zee soms vrij krachtig tot krachtig vanmiddag met windkracht 6. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar 6 tot 8 graden en de meeste buien die vallen in de noordelijke helft van het land en aan zee misschien met kans op wat korrelhagel en een klap onweer. Vanavond dan is het vaker droog, maar neemt wel de bewolking in de loop van de nacht toe en uiteindelijk gaat het dan morgen op steeds meer plaatsen regenen. De regen hangt samen met een koufront dat over het land trekt. En in die regen loopt de temperatuur nog wel op naar 6 tot 8 graden, maar daarachter koelt het wel af en waait het vooral in de ochtend nog stevig met aan de kust een krachtige tot soms even een harde zuidwestenwind. Ook dinsdag start bewolkt, later op de dag kan de zon misschien af en toe eventjes doorbreken in het noorden van het land, maar vanaf woensdag dan ziet het er wat betreft weerbeeld een stuk beter uit, maar gaat wel de temperatuur een stukje naar beneden met op donderdag nog maar 4 of 5 graden. Mijn naam is Wilfried Janssen van Weerplaza.nl.